Ik heb daar echt een trauma aan overgehouden. Wat was ik raar. Ik weet dat nog. Iedereen was zo tevreden. Ik was echt niet tevreden. Geen echt van, nee, nooit meer. Hallo, ik ben Lina. Ik ben ook Lina. Ik ben Moumit en we gaan nu een paar fragmenten bekijken van Charles en de Kost. Jullie gaan hier ook slapen deze week. Nee. Dat is niet waar, dat is een grap. Nice. Dat is toch leuk? En hoe slaap je dan? Gewoon op het tapijt. De jongens moesten vuur maken. Ja. Ah, jawel, echt een klein vonkje. Er kan vonken, er kan vonken. Ik zuur op mijn moeder. Het is toch gek dat wij in het midden zijn van niks en dat wij gewoon eten aan het maken zijn. We zijn gewoon eten aan het maken. Dat lukt het niet. We hebben wel echt hard geprobeerd. Ik vond dat echt zalig. Als ik ook terugdenk aan de reis, is dat wel echt een van mijn hoogtepunten. Ik vond dat fantastisch, zo onder die sterrenhemel. En ook gewoon die dromedaris, die lag naast ons te slapen. Ja, dat was keileuk. Ik was aan het omdraaien en ik zie een kamer. Ik dacht, wow. Zot, hè? Iedereen was ook heel vermoeid geraakt, hè? Iedereen was ook direct in slaap gevallen. Maar zij hebben daar dus wel echt een nacht leven, hè? Ik was een hoekje gaan zoeken om naar toilet te gaan. Ja, maar ik zag ook dat die mannen daar de hele tijd aan het rondlopen waren en je eigen feestjes aan het doen waren. En dat is ook zo, dat is hun omgeving. Ik ga ook niemand zijn tuin gaan pissen of zo. Nee. Ik voelde mij niet op mijn gemak om Vond dat ook heel raar om mijn tanden te poetsen. Ja, zonder. En er was niks, hè? Ik ben blij dat we dat aan het begin van de reis hebben gedaan, want ik heb daar echt wel zo kunnen relativeren en loslaten. Nee. Zo, ook zo qua hygiëne en zo. Ik heb daar echt direct zo'n klik gemaakt van: oké, we gaan dat gewoon doen, zo, let's do it. Hoe vuil voelen jullie zich op dit? Heel vuil. Dat wilde niet weten. Heel vuil. Help op die. Plak vol mij. Hebben jullie zin om alles eraf te schrobben in de hemd? Die deed gewoon, inderdaad. Gewoon niks, gewoon tit, klop, klop, schrob, schrob. Echt alsof ze een pannenkoek aan het draaien was op jullie tafel. Genieten niet. Ik heb daar niet van genoten. Ik heb afgezien. Die hem. Ik heb daar echt een trauma aan overgehouden. Wat was ik raar. Ik weet dat nog. Iedereen was zo tevreden. Jij ook, kwam daar zo ik uit. Ik was echt niet tevreden. Jij dacht van, nee, nooit meer. Nee. Maar ik keek daar zo naar uit, omdat jullie de hele tijd zeiden van, oh, dat is zalig, ik hoop dat we dat hier kunnen doen. En ik dacht, het gaat relaxed. Ineens was ik daar echt een dier, werd ik als een dier behandeld, op die tafel gegooid. En ik zag zo die twee vrouwen die dat bij jullie deden, die waren zo veel rustiger, maar bij mij was het echt zo... Oh, je moest dat zien bij de jongens, hoe dat ze bezig waren. Maar was dat heftig echt... ook? Ja, dat was wel heftig, maar ook de manier waarop. Op het einde moesten ze mijn haar nog doen. Blijkbaar was daar twee man voor nodig om mijn haar eens goed uit te wassen met al dat stem. Maar ja, wij kwamen dan van de woestijn, toch? Hè? Ja. Ja. Dus we waren ergens had ik dat wel nodig. Ja, dat was wel goed. De sens terug in je hoofd zitten schudden. Maar uiteindelijk was ik daar echt wel tevreden mee. Maar dat wij zo meteen binnen gaan, is daar, dat gebouw. En wat staat daarop? Kan iemand dat lezen? Er staat het huis van de kinderen. We gaan naar een weeshuis. Oh nee. Oh, mijn God. Ik ga zo hard wenen. Ik ben niet aan het spelen. Ik ga dat echt moeilijk vinden, hè? Dat weet je toch? Ja. Ik hou van kinderen. Ja, ik ook. Het idee al... kilt de meid, snap ik. Dat heb ik liever niet of zo. Ja, maar zodra dat we daar binnen waren en de jongeren bezig zagen en zo en daar echt een gesprek mee hadden. You oké? Ja. Een eten, Jas. Huh? Aan het spelen, is dat toch? Als klein kindje wordt altijd zo weggestuurd. En moest ik klein zijn, dan zou ik een oudere jongen zien. Zou ik er ook graag mee willen spelen. Dus ik vind dat geweldig, ik vind dat echt leuk. Heel imago dat je hebt opgebouwd valt weg, dat snap je toch? Helemaal niet. Jawel. Superman. Ilias stelt zich graag hard voor. Maar op dat moment, je zag gewoon dat hij helemaal gesmolten was voor dat jongetje. Oh, dat was leuk. Ja, op dat moment had je toch echt wel een andere Ilias gezien. Andere hè? Kant van Ilias. En echt? Ik was heel blij om die te zien. Ja. Oh. Ik heb je hoofd. Oh, dat is tank. Mijn hersenen kunnen niet werken. Ik denk dat we hier vol gaan passen. Ja, leder maken. Echt leder maken. Ach, dat stonk zo hard. Echt waar. Ik was daar even niet goed van. Veel plezier. Zie jullie straks. Yes. Oké. Hey, Lina, brubbelbad samen in de jacuzzi. Maar Lina. Ja, jij werd wel echt vrouw met ballen daar. Oh, ja, de prestatie is geneergelegd. Oh nee, Lina, niet vallen. Ik ben daar zo niet helemaal kop onderin gegaan.
Ja, ik was dat vergeten, maar... Oh. Dat was wel even verschieten. Het eerste wat je denkt dat je daar nooit in wilt gaan. Ze konden ons op de minst munt geven of zo. Ja, weet je, dat je zo wendelt en ondertussen... Ik zou daar, dacht, ik zit gezicht... hier in een onaangename situatie. Ik moet het aangenaam maken voor mezelf. Ja. Ik ga daar gewoon in plonzen. Maar die mensen die deden dat zonder die botten, hè. Die gingen daar gewoon op hun blote voeten in die duivenkakwaterdingen. En graan. En graan. Het gevaarlijke was, we moesten er zo overlopen. Sommige mensen deden alsof dat niks was. Ja, en dan heb je mensen als ik die erin vallen. Lina toch, hè. Nee, maar echt wel respect voor die mensen die daar de hele dag in dat stank moeten werken. Dat dacht ik ook. Van, ik ga niet daar tegenwerken, want anders is het onrespect voor hun dat wij zo zijn van Ik weet dat nog, in die, toen we aankwamen in Marrakesh, hoe we begonnen te praten. Nee, ik ben een Belg met Marokkaanse roots. Nu is dat helemaal veranderd. Totaal veranderd. Ik heb daar een hele andere kijk op gekregen. Hij is eigenlijk echt beginnen inzien dat je en een trotse Marokkaan kunt zijn, maar ook een trotse Belg. En dat je die twee identiteiten perfect kunt combineren met elkaar. Denk je daar nog altijd nu hetzelfde over na de reis? Ja. Ja. Echt exact hetzelfde. Doorheen die reis heb ik echt wel Marokkaanse cultuur zo wat meegekregen. En als ik het mocht vergelijken, zou ik het vergelijken met kip met frieten. Ik weet niet of je een Marokkaanse gerecht kent. We hebben dat gegeten in Marokko, hè. Ja. Zo dat typische Marokkaanse gerecht, maar dan toch de Belgische de frieten. Ja. Dat vind ik goed vergelijken. Vond je het een leuke video? Check dan zeker ook de andere video's op dit kanaal.